Jullie kijken en luisteren naar een Aardrijkskunde podcast voor het VWO aan de hand van de methode Wereldwijs, hoofdstuk 11, overstroming en wateroverlast. En dit is centraal examenstof, dus een andere methode kun je gerust ook gebruiken. Uiteindelijk is het hetzelfde. Dit is ingedeeld in 5 paragrafen en dit is paragraaf 3, waarbij we kijken naar klimaatsverandering en veiligheid. Belangrijk voor dit hoofdstuk is welke scenario's er zijn als we het hebben over klimaatsverandering. Wat betekent het voor de Rijn en de Maas? Waar komt het gevaar vandaan? En welke veiligheidsnormen willen we eigenlijk in Nederland? Het wordt warmer op aarde. Het is gewoon zo, we meten het. We kunnen CO2-uitstoot de schuld geven. Je hebt ook mensen die zeggen het is de natuur zelf. We kunnen een breking van Milantovic erop nahouden, we kunnen naar zonnevlekken kijken, maar hoe dan ook, het wordt warmer. En de KNMI heeft 4 scenario's onderzocht. En waarom hebben we een scenario's? Omdat we ons moeten beschermen tegen het weer wat komt en dus ook het water wat komt. We hebben gematigde scenario's en warm scenario's. We hebben 2 versies, 1 gewoon gematigd en eentje net iets extra's en of net iets warmer. En betekent gewoon temperatuurstijging. Dat kun je lezen. Van belang is voor Nederland dat de luchtcirculatie gaat veranderen. Gaan we even terug naar de wet van Buys-Ballot. Kijk nog eens even bij domein aarde als je vergeten bent hoe dat ook alweer zat. Maar omdat het warmer op aarde wordt, veranderen dus ook de hoge en lage drukgebieden. Wat betekent dat een wind vanuit zee ook een wind vanuit land kan worden? En dat is voor Nederland het geval, want de winters worden dusdanig dat het laagdrukgebied op land komt te liggen en het hoogdrukgebied op zee, waardoor je dus vanuit zee natter weer krijgt, hè, met de westenwinden. En in de zomer is dat het omgekeerde, dan komt het hoogdrukgebied op land te liggen en het laagdrukgebied bij de Noordzee, Atlantische Oceaan, waarbij je dus eigenlijk droge lucht krijgt. Dus de zomers worden droger. Wat betekent dit nou? Het wordt hoe dan ook warmer in de winter. Er valt hoe dan ook meer neerslag in de winter. En de temperatuur in de zomer gaat ook hoe dan ook omhoog. En zelfs zo dat het 5, 6 graden omhoog kan gaan. Samenvattend, de temperatuur, het wordt warmer, de winters en de zomers worden warmer. Zachtere winters, warmere zomers en dat zie je al sinds 1900 waarbij het geleidelijk stijgt. Voor de neerslag betekent het onregelmatig, dus meer neerslag in de winter. En als het dan komt in extreme buien en de zomers worden droger. Maar als het dan regent, dan valt het ook met bakken uit de lucht en daardoor kan de bodem dat niet aan. Dus het is moeilijk te voorspellen en daardoor willen we deze scenario's weten. Welke soorten rivieren zijn er? Van belang om te weten, omdat we dan zo meteen naar de rivieren gaan kijken. Je hebt een gletsjerrivier door middel van een gletsjer die smelt in het voorjaar. Een regenrivier die zich vult door middel van neerslag. En je hebt een gemengde rivier waarbij een gletsjerrivier samenkomt met een regenrivier. Hier zie je zowel van de Maas als de Rijn. Links zien we de Rijn en rechts de Maas. Zien wij het regime. En het regime is de verdeling van de watertoevoer over het hele jaar. Dan kun je zien hoeveel water er doorheen streept. En het debiet, dat is hoeveelheid op één moment. Je ziet duidelijk verschil. Je ziet hier een duidelijke dip. En die zie je bij de Rijn, zie je die niet. Dan gaan we het even wat beter bekijken. De Rijn is een gemengde rivier. 70% van de rivier wordt door smeltwater gevoed. En dat zie je terug in het voorjaar en in de zomer. Waarbij er dus een hoog debiet is, omdat er veel smeltwater uit de Alpen komt, omdat het daar warmer wordt. Dat komt boven nul. Regenval in het stroomgebied, hè, dan valt het zowel meteen in de hoofdrivier. En dat zie je ook terug in de wintermaanden, waarbij daar waar het veel regent, dat in de rivier terechtkomt. Dan wil ik er wel bij zeggen, en dat is van belang voor het beantwoorden van vragen op je examen. Hoe komt het nou dat die rivier voller is? Dan is neerslag, wat ik nu net verteld en dat ook in het boek staat, is
niet het volledige antwoord. Je moet het hebben over nuttige neerslag. Want je hebt neerslag, maar je moet ook verdamping erbij nemen. En in de winter is het kouder, dus minder verdamping en daardoor meer water in de rivier. Dus als je het goed wil beantwoorden, dan beantwoord je het met neerslag en verdamping. Beide. Want het is niet alleen meer neerslag, het is ook minder verdamping in de winter. Als we dan gaan kijken naar de Maas, wat een regenrivier is, dan zie je meteen al dat in de wintermaanden en het vroege voorjaar, waar in Nederland meer water valt, neerslag, en dus wat kouder is, dus ook minder verdamping, dan zitten die rivieren vol. Terwijl in de zomer, waarbij het wat warmer is, minder neerslag, dan zie je dat die rivieren leeg raken. Nou even de toekomst erbij, van wat zijn die scenario's, wat betekent dat voor de Rijn? Nou, de Rijn krijgt dus te maken met nattere winters, dus meer piekafvoer. En in het voorjaar wordt het sneller warm, dus meer smeltwater. Dus eigenlijk krijg je twee keer een belasting. Dus het vroege voorjaar, wanneer er nog redelijk veel neerslag valt, ook nog in één keer smeltwater erbij. En het jaar daarna, als je dus een warme winter hebt gehad, dan heb je dus minder smeltwater. Dat betekent dat in het voorjaar, vooral eind voorjaar, er minder smeltwater is en nog niet neerslag. Dus dan gaat de rivier omlaag qua waterpeil. En dat is dus ook nadelig. Voor de scheepvaart wel te staan. Niet voor de natuur, voor de scheepvaart. Voor de Maas hebben we nattere winters. Het is een regenrivier, een klein gebied, dus het valt ook meteen in het gebied en in de rivier als het ware. En dus veel te hoog, terwijl het in de zomer nog wel eens heel laag kan komen te staan. Want als het de hele tijd droog is, dan heb je dus gewoon geen toevoer van water uit elders en komt de Maas droog te staan. Dus wel degelijk dingen waar we ons rekening mee moeten houden. Overstromingen is niet goed voor de mens die er woont. Te weinig water is niet goed voor de economie, want er gaat toch heel wat aan scheepvaart door Nederland. Nou, wat zorgt eigenlijk voor hoog water? Nou, dat is een periode met verhoogde neerslag. Lijkt me logisch. Hè? Dus wat ik net al zei, de Maas is een klein stroomgebied. Dus als het regent in Limburg, dan stroomt alles de Maas in. En dan moet tegelijkertijd verwerkt worden. Aan de andere kant heb je dus ook grote toevoer van smeltwater, wat van invloed is. En als het voorjaar in de bergen boven het vriespunt komt, dan komt er echt ontzettend veel water via de rivieren naar Nederland. En tot slot, geen opslag in de bodems. Dat is dus afhankelijk van of het een rotsachtige ondergrond is, want daar kan dus geen water in zitten, of de grond al verzadigd is, of er weinig vegetatie is, want planten en bomen die houden water vast, en of het een steile helling is, want dan gaat het via het grondwater weg. Daarnaast heb je in Nederland natuurlijk dat het versteend is, dus daar waar een kelder zit, zit geen water en dat zit dus elders en waarschijnlijk in de rivier. En dat zorgt allemaal voor piekafvoer. Het andere gevaar, dat is zeespiegelstijging. En dan hebben we het over relatieve zeespiegelstijging, want de zeespiegel gaat gewoon stijgen. Twee onderzoeken van het KNMI en de Delta Commissie, de ene is wat pessimistisch dan de andere, maar hoe dan ook, het gaat wel een meter stijgen de komende 100 jaar. En dat betekent dus dat de snelheid afneemt omdat het verhang en verval wordt minder. En vanuit Limburg, vanuit Gelderland komt water en dat wil naar zee toe. Alleen de zee gaat omhoog, dus het water kan niet weg en de rivieren raken dus vol. Daarnaast heb je ook nog andere problemen zoals het zoute water wat dus landinwaarts komt omdat dat hoger ligt dan de rivier. Dan gaan we kijken, hoe willen we ons beschermen? En wat moeten we beschermen? Nou, eerst gaan we kijken wat een economisch belangrijk gebied is. Nou, dan zie je heel duidelijk de Randstad. Dat moet beschermd worden. Tot slot gaan we kijken, waar wonen de mensen? Waar heb je de slachtoffers? Dat moet extra beschermd worden. En dan heb je dus het kaartje van dit willen we. We gaan dus kijken dat in sommige gebieden, en dat is bij de rivier waar het toch wel eens overstroomt, eens in de 1250 jaar. En dat betekent dus een kans van 9% op een mensenleven van 75 jaar. Dat is niet veel, maar het is er wel. En het is het minimum wat wij aan bescherming moeten leveren. In het benedenriviergebied mag het maar eens in de 2000 jaar overstromen. En dat is al iets meer richting het havengebied van Rotterdam, wat toch van belang is.
En dat is de kans 6% op een mensenleven van 75 jaar. En tot slot heb je dus de Randstad, waar kans 1 op 1000, of 10.000, sorry, minder dan 1% kans op een mensenleven dat daar wat fout gaat met het water. Dus het is wel afhankelijk van het gebied waar je woont, hoe veilig iets is. Nou, als het goed is hebben we nu naar de scenario's gekeken. Het wordt hoe dan ook warmer, maar denk aan de zachtere winters met meer neerslag en de warmere zomers die droog zijn. Dat betekent voor de biet heel wat voor de Rijn. En ook het neerslagpatroon verandert dus, en het is voor de Maas natuurlijk. Het gevaar komt niet eens uit de rivieren en van de neerslag, maar ook vanuit zee. En de veiligheidsnormen is afhankelijk van waar je bevindt, hoeveel mensen er wonen en of het economisch van belang is. Dan zijn we dus nu door paragraaf 3.1. Meld je op mijn YouTube-kanaal aan om op de hoogte te blijven van alle andere podcasts die verschijnen. Daar vind je ook afspeellijsten per domein, zodat je je goed kunt voorbereiden voor tentamen. En dan wens ik je succes met het leren.